Eigenlijk weet mijn mama al of ik tot 100 kan tellen. Ja, dat weet ik. Dat is waar. Dus dat gaan we niet zeggen. Oké, wat gaan we dan wel vertellen? Wat mijn mama nog niet weet. Oké, vertel maar. Kleuters vertellen super graag over zichzelf, zeker aan hun ouders. Welke letters heb je al gedaan bij de juf? De k. En vandaag de p. Doordat we ze al van jongs af aan betrekken, worden ze eigenlijk bewust over zichzelf en kunnen ze zichzelf beter leren inschatten. Oké. Wij gaan ons zelf tekenen. Moet je nog? Maar voor je jouzelf kan tekenen... In de spiegel kijken. Moet je inderdaad eerst eens in de spiegel kijken. Wij starten vanuit het kind met hun kindtekening. Ze tekenen echt een zelfportret, want ze gaan in de spiegel gaan kijken wat ze zelf allemaal hebben. Wat zie je allemaal? Twee oren. En daardoor gaan ze gerichter gaan kijken naar zichzelf en kunnen ze dat gemakkelijker op papier zetten. Dan ga ik een gesprekje aan met het kind. Dat is eigenlijk gewoon een speels, een babbeltje gewoon. Dan vraag ik me wie speel je graag, wat doe je graag, wat vind je nog moeilijk. Dat plaats ik dan in de kleuterbabbel rond mijn kindtekening. En dat vul ik dan aan met mijn eigen observaties van doorheen het schooljaar. En dat gebruiken we dan bij het oudergesprek. Dat is dan de laatste stap. En daar mag het kind zelf vertellen aan zijn ouders wat dat hij allemaal graag doet, wat dat hij nog moeilijk vindt. En dan vul ik aan met mijn eigen observaties of stimuleer ik het gesprekje. Moet ik eventjes helpen? Ja. Met wat speel jij graag in de klas? Het liefste. Ja, het liefste. Met een Lego. Echt? Ja, dat is eigenlijk een speelse babbel. Losse babbel, maar toch inhoudelijk wel sterk. Hoe doe jij dat in de kring? Als je iets aan het vertellen is. Is als een keer. Zonder mijn vingertje in mijn loop. Ze gaan rapper stilstaan bij hoe ze in de klas zijn. En ze gaan zichzelf bewust worden bij wat ze al goed kunnen en waar ze nog een beetje moeite mee hebben. Doordat het kind erbij is, ik ben dagelijks met het kind betrokken, de ouders zijn dagelijks met het kind betrokken, zorgt alweer voor een warmer gesprekje, een warmere band tussen ons allemaal.